Welkom bij Vlogmas dag 21. Wow. Kijk, gloei hier achter mij. Dat is echt al snel, 21. Ja, gek hè. We zitten al aan dag 21, dus de tijd gaat ongelooflijk snel. Mia Lou is hier ook aan het spelen. Ja, ze heeft gewoon de rand van haar speelmaat. Dat stukje heeft zij er dus afgehaald en daar is ze mee aan het spelen. Ja, als je maar amuseerde, schat. Allemaal goed. Allemaal goed. Voilà. Dus wij zijn hier rustig thuis. Een beetje dingetjes aan het doen. Andres die is de keuken helemaal proper aan het maken. En ik was met Alou een beetje aan het bezighouden. En ik heb net gestofzuigd. Amai, maar dit stukje heb ik precies niet gestofzuigd. Moet ik ze weet nog eens overgaan. Maar we hebben wel een leuke dag voor de boeg. Want we gaan ze weet even naar Andres zijn mama. Even lunchen, heel leuk en gezellig. En dan zien we Mia Lou ook nog eens. En vanavond gaan wij op date night met z'n tweetjes. En gaat Mia Lou bij mijn ouders slapen. Het is ook super, super fijn. Dus eigenlijk zo, ja. Gisteren waren we erover bezig. En dan wou ik eigenlijk vragen of mijn broer hier kon komen babysitten. Dus dan belde ik naar ons mama. En dan zei hij, maar ze mag ook hier komen slapen. En de vorige twee keren dat ze daar normaal ging slapen, is dat niet doorgegaan. En is dat niet kunnen doorgaan. Dus was dit misschien wel een leuke moment om haar inderdaad daar eens te laten slapen. En dan hebben wij ook nog eens een nachtje gewoon dat we kunnen doorslapen, wat ook wel fijn is. Dus ja, leuke vooruitzichten vandaag. Leuke dingen op de planning. Dus ik heb er wel zin in. Mijn haar is bijna droog. Nee, dat is niet waar. Hier vanachter is het helemaal nog niet droog. Maar ik wil het eigenlijk minder drogen, minder hitte erop gebruiken. Maar het zal er een beetje van afhangen hoe lang het nog duurt voor het droog is. Nou, dat zal ik speed nog wel even zien. Oké, back in the car. Ik ben even over huis gekomen. Want wij zijn deze middag bij Andres en mama gaan eten. En die wonen op 5 minuutjes of zo van ons thuis. Maar ik ben nu eventjes over huis gereden om wat grief voor Mia Lou te gaan halen. Zodat wij zebiet in één keer door kunnen rijden naar mijn ouders. En dan kon Filouken ook nog even buiten en zo, aangezien dat wij iets gaan eten en naar de cinema gaan. Dus ja, heel heel leuk. Dus ik ben nu terug onderweg naar daar. Ik ben er binnen 1 minuut of zo. En ik denk dat ik alles bij heb. Ik vind dat altijd wel echt super spannend. Want ik denk altijd, oh my god, ben ik niet iets vergeten of zo? Dat ik het ergste wat er zou kunnen gebeuren is dat wij haar eten vergeten. Maar dat heb ik zeker weggestoken. Ik heb ook 2 flesjes weggestoken. Dus ik denk wel dat ik alles bij heb. Haar slaapzakje, pyjamaatje, pampers heeft mijn mama. Of hebben mijn ouders. Dus ik heb groentjes weggestoken eventueel voor morgen. Dus ja, ik denk dat ik alles heb weggestoken. Maar ja, kleren voor morgen heb ik ook weggestoken. Dus volgens mij zit alles erbij. En ja, moest het niet zijn, dan zal ik het wel horen zeker. Ze was kopjes aan het geven. Echt schattig. Wij zijn terug thuis van onze date night. We zijn naar de cinema geweest en wij hebben Dealer gekeken. Wat vond je van de film? Echt goed. Ja, echt een goede film. Heel goed geacteerd ook. Ik moest wel, gelijk, jij zei dat ook toen de film gedaan was. Van in het begin moest ik er wel een beetje in komen, want... Ja, het begin had ik echt zoiets van, oei. Dat was de laatste aflevering dat we gezien hebben. Ah, we hebben toch de laatste aflevering gezien. Maar heb je die nog niet uitgezien? Ja. Het begin van de dingen vond ik ook een beetje... Dan dacht ik, oei, het gaat misschien toch niet zo'n goede film worden. Maar dat is wel... naarmate de film verder ging, ja, echt wel een hele, hele goede film. Zeker een aanrader. Kiki. En Mia Loutje is dus bij mijn ouders. En ze was goed in slaap gevallen daarstraks. Dus dat is fijn. Ik hoop alleen voor hun dat ze goed slaapt vannacht. Maar waarschijnlijk gaat dat zo zijn. Hè? Dat is typisch altijd. Als hij ergens anders slaapt. Dan slaapt zij goed, hè. Dan slaapt ze door.
Dus ja, we zullen zien. Maar wij hebben ons nu nog eventjes in de zetel gezet. Nog even knuffelen met onze twee andere baby's. Die hier ook bij ons liggen. Filou is een snoepje aan het eten. Dat hij er straks al... Hij had al deze middag gekregen, hè. Dan heb ik hem al dat snoepje gegeven. Dat heeft hier heel de tijd gelegen. En je kent hem toch? En... Hij paradeert daar liever eerst een dag mee. Ja. En dan... Hij verstopt zijn snoepjes ook altijd achter de kussens of ergens, weet ik veel. Maar het grappige is, in het begin verstopte hij zijn snoepjes, zodat Kiki die niet zou vinden. Maar als zij ergens anders zijn en hij krijgt daar een snoepje, verstopt hij die ook. Omdat hij niet beseft dat Kiki daar niet is. Dat is super grappig. Maar dus, dat heeft hier al een hele dag gelegen. En nu wij thuis zijn gekomen, begint hij te eten aan het snoepje. Dus... Hij is toch zo schattig. Wat een cookie. Ja. Dus ja, wij liggen nog een beetje in de zetel. Rustig op het gemakje. En... Maar hebben jullie echt al gezien? Ja. Ah ja, maar ja, we hebben het einde nog niet gezien. Dus, ja, maar dat was wel bijna gedaan. Ja, bijna. Wij gaan nog, moeten nog een heel klein stukje van grond zien. De smile zit in die kist. Ah ja, ja. Mocht je wel niet zeggen, hè, als mensen dat nog niet gezien hebben. Ik zeg toch niks verkeerd? Ik ken toch in alle verschillende... Ja, dat is waar. Dus ja, we gaan dan nog even verder kijken, hè. Tjalaas, broers. Goedemorgen, iedereen. Het is de volgende ochtend. Ik heb echt goed geslapen. Want ja, ik kan nog eens gewoon doorslapen ook. Dus dat was wel heel fijn. Het is 7:30. En mijn theetje aan het maken. En zo... En ik rustig wakker worden. Echt lang geleden dat ik nog tot 7:30 heb geslapen. Echt heel, heel lang geleden. Ik heb Kiki ook net eten gegeven. Ik ben wel eens benieuwd hoe hij nu geslapen heeft. Maar ik vind het dan altijd wel een beetje spannend als hij ergens anders slaapt. Dan hoop ik wel altijd... Dat ze echt goed slaapt, zodat het ook zo niet te lastig. Allee, je weet wat ik wil zeggen. Is voor de persoon waar ze is. Maar ja, dat zullen we straks wel horen of ze niet. Ze hebben nog niet gestuurd, denk ik. Dus we will see. Nou ja, mijn theetje is klaar. Dus ik ga rustig aan mijn dag beginnen. Wij zijn... Kerstmuziek. Wij zijn onderweg naar de zee. We zijn net vertrokken. Het is zondagochtend. En het is heel rustig op de baan. Wat super fijn is. Het is ook wel eens tof. Ik ben hier het scherm aan het omhoog houden, maar de camera zelf niet slim. Dus ja, wij zijn onderweg. We staan nu wel voor het rood licht. Ja, dat is toch waar. Ik kan op een woord niet komen. Oei, welk woord? Nee, ik weet het niet. Ik kan het ook niet omschrijven. Maar oei, anyway. Dat is heel moeilijk. En maaltijd reed je aan het eten en nog een theetje voor onderweg, want het is best wel fris. 7 graden, maar met dat ook nog redelijk vroeg is. En zondagochtend lijkt het zo alsof het 3 graden is of zo, vind je niet? Ja. Ook zo'n zetelverwarming op, lekker warm. Dus ja, wij gaan naar daar. Gezellig. Een beetje sporten. We hebben wel onze sportkleren aan, maar we zullen nog zien of we effectief gaan sporten of niet. Mijn voeten ook zeer, jong. Van het voetballen? Ja. André zankt helemaal uiteen sinds dat hem is gaan voetballen. Maar hij vond het wel heel leuk. Zoveel sporten, ik heb al zoveel gedaan. Mijn lichaam is echt tot het duur heb ik echt geen spieren meer waarvan ik denk, amai, die heb ik nog nooit niet stijf gevoeld. Maar nu heb ik stijve voeten. Dat is toch raar? Ja, misschien had je geen goede schoenen of zo. Kan dat daar niet mee te maken hebben? Ja, ik heb speciaal, dat waren wel goedkope, maar wel speciaal schoenen gekocht. Ja, zei, dat weet ik toch niet. Maar ja. Sporten is fijn. Dat is waar. En gezond. Ja, misschien moet jij dat wel meer doen. Ja, ik sport echt niet momenteel. Komt wel goed, komt wel terug. Ik
komt in orde. En onze baby, die is nog steeds bij mijn ouders. Die antwoorden niet. Nee, die zullen daarmee bezig zijn. Hè. Allee, die zitten niet continu op je gsm. Ja, die zullen dat speech al laten weten. Het is wel raar, hè? Zo 's ochtends alles doen zonder haar en zonder daar rekening mee te moeten houden en zo. Ik heb ineens keiveel tijd, hè, ervoor. Ja, dat is echt, dat is super gek. Maar ja, wij gaan naar de zee rijden. En dan, ja, zien jullie. Wij zijn terug onderweg naar huis. Het was heel leuk. Het was echt superleuk. Het was ook heel gezellig. Ik heb meegedaan. Dus proud of myself. Ik zou ook graag zelf doen, maar ik denk dat ik dat niet kan onthouden, bokstep. Je kunt wel op maandag mee gaan doen met Imani, hè? Ja, dat is een paar keer. Dus, ja. Er zijn mensen achter ons. Die, dat is wel raar op de baan, hè? Nee, ik bedoel, het is groen, rijd door. Waar André zo tekenaar aan toe was. Ja, zo onbekende, hè? Fuck you, fuck you, fuck you. Maar dus wij zijn nu net vertrokken en binnen een uur en een kwartier zijn we terug bij ons. Nee, minder zelfs. Een uurtje gaan we terug bij ons baby zijn, hè? Jok, kunnen we jok. Die terugknuffelen, want ik heb haar wel echt gemist. Wat gaat het doen? Irriteert me. De sleutel zit nog in de auto. Hoezo? Wat ga je doen? Ik spiet een pak rammel. Oh, heb je die dag gehoord? What the fuck? Mij een pak rammel geven? Hoezo? Hoezo, hoezo, hoezo? Hij gaat een bun halen. Daar. Gelukkig meegenomen. Ik ben nog steeds in mijn sportoutfit, maar dat is allemaal oké. Okay. Andres is even naar het frituur, want wij gaan frietjes eten vandaag. We hadden daar wel heel veel zin in. En ondertussen was ik hier nog een klein beetje aan het opruimen. Ik ben ook aan het wassen. Allee, was aan het doen, want eigenlijk is dat er heel het weekend niet van gekomen. Ik heb gisteren handdoeken en zo gewassen, omdat ik dat gewoon in de droogkast kon laten zitten en dat niet zo hard uitmaakt dat dat een beetje verkreukt is. Maar ja, gewone kleren kon ik natuurlijk niet heel de avond gewoon in de droogkast laten zitten. Dus ja, heb ik niks van gewone kleren van ons of van Jalé kunnen wassen. Dus dat ben ik nu wel aan het doen. Want ja, dat hoort er ook bij het volwassen zijn en het momlife. Dus ja, ik ben aan het wassen. Ik was hier een beetje aan het opruimen. Ik heb al flesjes klaargezet voor vannacht en bijgevuld. En voor morgen vroeg, dan is dat ook al minder werk om te regelen. En die frietjes meat gaan me wel echt smaken, want ik heb echt wel honger. Dus ik hoop dat het niet te druk is, maar het is echt nog vroeg. Hè. Het is nu 5:20. Dus ik hoop dat het echt nog wel heel vroeg is en heel veel mensen pas ja, later gaan, normaal gezien. Maar Andres die moet om 9:00 nog een match wintercompetitie spelen straks. Dus daarmee dat we eigenlijk al heel vroeg gaan eten, zodat dat toch nog wel even kan zakken. Want mijn frietjes, ze de zo zwaar op je maag ligt, dat is niet zo fijn. Dus vandaar. Dus ja, Mia Lou is trouwens een dutje ook nog even aan het doen, want die was echt wel stiekem kapot. Dus
En dachten we, ja, we gaan die gewoon laten slapen, want anders dan, komt dat niet goed. Dus die is nu een kwartiertje of zo aan het slapen. En ja, we zien wel wanneer we haar gaan wakker maken. Het kan goed zijn dat we haar tot 6 uur of zo laten slapen als ze gewoon doorslaapt. En dat we haar dan nog even wakker houden en dat ze dan iets later als normaal in haar bedje gaat. Dat zullen we nog wel zien. Hangt er een beetje van af. Andres is terug met frietjes. Nice, hoe lang is dat geleden? Ja, dat is wel al even geleden inderdaad. Maar het is frietjesdag vandaag op zondag. Wanneer eet jullie het meeste frietjes? Wij eigenlijk vooral op zondag. Hè? Op zondag, ja. Alleen niet elke week op zondag, maar ja, meestal op zondag wel, als we frietjes eten. Hè? Nice. Ja. Heel, heel soms op vrijdag, maar meestal op zondag. Dus Make like. Wij gaan genieten. Ah, dit zijn trouwens veggie bitterballetjes, hè? Ja. Ben iets benieuwd.